Ik heb echt een drama met mijn darmen. Kijk. Oh, ik krijg het echt niet weg hoor. Oh, ik krijg het echt niet weg. Oké, doei. Wat is dit? Het lijkt gel. Yay. Hey, hele goedemorgen en welkom bij vlogmas nummer 5 alweer. Ik heb het heel erg warm, want ik heb net helemaal oplopen ruimen en alles. Echt blad die had gewoon, dus gewoon niet normaal. Ik heb net ook mijn haar gewassen, die is nu nog half nat, half droog aan het drogen. Half nat, half droog aan het drogen. En ik ga nu weer mijn ozo smeuïge en heerlijke drankje nemen voor mijn darmen, mijn vezeldrankje. Yay. Mijn haar moet drogen, ik haat als mijn haar nog heel erg nat is. Kijk. Oh, ik krijg het echt niet weg hoor. Oh, ik krijg het echt niet weg. Zo vies, hè. Ik heb een half uur op te kauwen. Kijk nou hoe dik. No, God, please, no! No! Oh, dan heb ik nog heel veel hapjes te gaan. Dat kan je mensen toch niet aandoen, even serieus. Kijk nou, wat is dit? Het lijkt gel. Of in je haar of zo. Oké, nog één hap. Ik ben helemaal van het zweten. Ik krijg hem niet weg gewoon, hè. Halleluja. 1, 2, 3. Kom op, Mer. 1, 2, 3. Waarvan? Waarom moet ik dit nemen? Even serieus. Dan kun je gewoon goed poepen. Dan is iedereen goed poepen. Dat is erg vreselijk. Yippie-yay. Vieze smaakjes nog steeds in mijn bek. Ik zit net even te denken en ik denk dat ik gewoon even VT Wonen ga opzetten in de tussen dat ik toch aan het vouwen ben. En ik weet niet, ik heb het heet, misschien komt het door deze trui, ik weet het niet. En mijn haar begint eindelijk een beetje droog te worden, dus dat is een beetje nat nog. Ik wil nog een lekkere kop thee, want dat spul, jongen, blijft echt hier voor mijn gevoel in mijn strot zitten. Nou, dat is echt gewoon niet iets waar je gelukkig van wordt, hoor. Oh, wat een goorspul is dat, zeg. Oh, ik ging net echt kokhals, hè. Wel, zo vies. Ik ben helemaal klaar met de was doen. I'm happy. Nu alles even snel in de kast te doen. En dan ben ik klaar. Yay. Oh. Moet ik ophijzen. Oké, even mijn haar een beetje fixen. En dan ga ik de jongens van school afhalen. Want het is alweer tijd. Zo'n middag vliegt echt voorbij. Wat gaan we daarmee doen? Maken. En die gaan we vullen, hè? Even kijken. Ja. Oh, tok. Tok. Wat staat erop? Voor de voedselbank. Voedselbank. Ja. Kijk, hier is voedselbank. Hier. En dan gaan we allemaal spulletjes in doen. Ja, allemaal. Even kijken wat we hebben. Ja, een beker. Moet nee, een beker is niet zo lekker om te eten, denk ik, hoor. Jawel, dat is mag van juffrouw. Dat mag, hoor. Mag dat van juffrouw een beker? Mag, lijkt me niet echt, maar oké. We kunnen de tonijn doen, dat is in blik. Ja, gaan we een beker pakken? Tonijn kan je pakken. Ja, ook een beker. Nou, we gaan zo even kijken, ja? Oh, ik heb lekker de kaarsjes aangedaan en ik hoef nergens meer naartoe. Eten, ik heb nog een klikje van gisteren over, dat ga ik ook zo eten. De jongens zijn lekker boven aan het spelen, dus het is echt super rustig. En ik ben gewoon heel op mijn gemakje VT Wonen aan het kijken. Dus ik moet echt wat meer gaan filmen, maar ik zit zo lekker te chillen eigenlijk. Dat ik gewoon niet weet wat ik moet gaan filmen dan. Maar ja. Nee, maar ja, waarom niet? Ik kan er eigenlijk helemaal niks mee. Dank jullie wel en wij zien jullie binnenkort. Oké. Ja,
Goedemorgen. Goedemorgen. Zo jongens, hoe hebben jullie geslapen? Super. Oh, wat is er nou? Zie je hout terugkomen? De whisky, ja. Ga jij maar niet met me verslaan. Wat is er aan de hand hier? Ik wil een ding maken, dat het is. Dan vraag je toch even van mama, kom, dan maak ik hem voor je. Dat heb ik gemaakt. Oh, ik vind dat heel mooi wat dat jij hebt. Dat is een grote monster. Oh, die vind ik heel mooi. Die moet niet hier. Oh, sorry. Heb ik het verkeerd gedaan? Die moet niet hier. Oh, nou heel mooi, schatje. Kom, ga naar beneden lopen. Ik heb nu dus echt een heel groot probleem. Ik had dat spul voor mijn darm, had ik dus 2 dagen geskipt. Omdat het fucking vies is. So, you cannot blame me. Ik heb nu echt mega buikkrampen. Alleen, mijn poep komt er niet echt zeg maar uit. Dus druk het dat ik aanbijen krijg, maar het komt er niet uit. Ik heb echt een drama met mijn darmen. Het is altijd hard, het doet altijd pijn. Het is altijd heel verschrikkelijk irritant gewoon dat je er altijd problemen mee hebt gedoucht. En ik ben ook schrik me rot, man. Als je ook slaapt, het is tussen. Ja. Gaan we vrijdag alle spullen inpakken dan? Vrijdagochtend? Ja. Ja, ik wil er aan. Oké. Waar hebben we die kruik? Nee, weet jij niet waar die ligt? Dat weet ik niet, Moppie. Wat vind je nou? Ja. Niet doen, joh. Gek. Ik ben nog niet helemaal blij met hoe het is geworden. Dat is dat kritische oog van mij, maar... Ik ga het nu even laten en ik ga naar bed. En dan zie ik het morgen wel. Ik ga nu lekker mijn tanden poetsen. Dat ga ik doen. Heb je me naar bed gebracht? Ja. Ah, ik heb buikkrampen. Oh, moppie. Ja, echt heel veel pijn. Oh. Ik ga slapen. Oké, doei. En ik moest dat spul weer innemen. Weet je wat ik van de dokter heb gekregen? Van de dokter, ja. Maar het is echt vies. Ja, ik ging vandaag bijna kokhalzen. Oh, van de dokter, ja, vies. Zit je mij nou... Jawel. Jawel. Het bijt in je nek. Slaap lekker. Ik heb het koud en je handen zijn lekker warm. Dus dat is fijn. Kijk of die slaapt. Slaap lekker. Ik had je nog helemaal geen kusje gegeven. 6 over 6. Het is gewoon 6 over 6 en ik ben al wakker. Want ik moet nog wat editen. En vanmiddag ga ik naar het nieuwe huis. En er moeten ook nog heel veel dingen gebeuren. Ik had gisteren echt zo'n buikpijn. Dat was niet normaal. Uiteindelijk ben ik wel naar de wc, heb ik wel naar de wc kunnen gaan. En nu is mijn buikpijn minder. Dus yes. Beter. Ik was al bang dat ik daar weer aan de diarree zou zitten of zo. Maar dit is er niet zo. Gelukkig, thank god. Ik ga nu ook mijn vlog afsluiten voor vandaag. Ik zie jullie morgen weer. Vergeet niet een dikke vette duim omhoog te geven. En te abonneren door je onder te klikken. En dan zie ik je morgen. En dan wens ik je het allerbeste. En een hele fijne dag. Love you.